over de rooien. Leroy, goedenavond. Goedenavond. Het is wel spannend dit, hè, dit spelletje. Ja, maar hartstikke leuk. Ja, je gaat je moeder in de zeik nemen, hè? Ja, zeker weten, echt wel. En is zij een beetje makkelijk over de rooien te krijgen? Nou, op sommige punten wel, want ik denk met dit punt zeker. Oké. Nou ja, we gaan je moeder voor je bellen. Dat doen we natuurlijk anoniem. Als ze vraagt, belde jij net ook al, moet je gewoon ja zeggen, want we hebben even gecheckt of ze opnam. Dat deed ze. Gelukkig. En nou ja, dan is het helemaal aan jou. En krijg je er binnen 1,5 minuut over de zeik, dan win je de prijzen, man. We gaan ervoor, joh. Oké, nou, dan gaan we er nu bellen. Is helemaal goed. Marax. Hey, man, met mij. Hi. Hey, ik heb net al twee keer gebeld. Privé? Ja, nou ja, ik weet niet hoe ik het je vertellen moet. Maar ik heb laatst nog die auto van jullie gekocht. Ja, ja. En ja, ik heb toch gezegd dat ik hem gelijk verzekerd had. Ja. Nou, dat heb ik dus eigenlijk niet. Dus ik rijd onverzekerd rond. Maar dat is niet zo slim, hè? Nee, maar dat moet dat ik dus nog doen. Maar ik ben vanavond bij die jongens geweest. Ja. En heb ik lekker biertjes gedronken. En toen wou ik net naar huis rijden. Wat en, ben je ook een lul niet. Ik heb een ongeluk veroorzaakt. Nee, kom op. Dus ik zit nu in het schip, onverzekerd en met drank op. Oh, wat ben jij ook een klojo. Ja, sorry hoor. Nee, ik vind dit niet normaal. Hoe oud ben je? Kom op. Ja, maar ja. Wie jij ja. Nou? Schade? Ja. Heeft die ander wat? Ja, ik word weggesleept en dan moet ik mee naar het bureau. Nou, voor mij wat houden zie je daar. Echt. Jij leert het echt nooit. Sorry hoor. Ik ja, zit maar... helemaal te shaken, man. Wat ben jij? Klojo. Te shaken? Ja, wat denk je van ik dan? Ja, nou, dat is je eigen stomme schuld, lul. Ja, ja. Ja, ik denk, ik moet het nou? Melden. Ja, ik weet ja, niet. Dat dacht ik wel. Ik moet mee met het bureau. Ik zeg, ik wil eerst mijn moeder bellen. Ja, ik krijg het helemaal koud ervan. Kalle ben je ook al klootzak, hè. Oh, hoe vaak moeten we het zeggen? Oh, ja. Mensen, kinderen. Ja, maar als nou, ik nu sorry zeg... Maar ik... Nee, geen sorry. Er is geen sorry voor te zeggen. Maar jij, je bent niet goed bij je hoofd, man. Mevrouw Marx? Ja? Op zich, als hij sorry zegt en erbij vertelt dat het een grapje is, is het dan wel goed? Hoezo? U bent namelijk live op Radio 538. Ja hoor! Ah nee! Kijk uit. Ah nee! Jawel! Ik denk dat trap ik nooit in. Ja. En Leroy, gefeliciteerd. Je wint het boek Start From Scratch, waarmee je succesvol DJ-producer wordt in 11 stappen. Plus de nieuwe CD Starboy van The Weeknd doen we er ook bij. Top man, dankjewel. Ja. Maar je auto is heel. Ja, natuurlijk. En verzekerd. Ik leg in bed. Oh. Oh. Lul, nou, sorry wat ik zei dan hoor. Maar als ja. echt is, zeg ik het ook. Ik ga al een afspraak maken, mam. Ik zal morgen boppen. Ja, is goed. Ik rijd. De avondploeg.